Ik ben Elie van Thijs van CCTV. We zijn hier bij de Olijfkartijn om de kok en de baas te interviewen. Kunt u jezelf voorstellen? Ik heet Mustafa Cingöz. Ik ben eigenaar van Olijfkartijn en ook meteen kok. Kopen jullie ook olijf? Jazeker. Allerlei soorten olijven verkopen wij hier. En hoeveel kost er zo? Nou, ongeveer tussen 4,5 en tot 10 euro per kilo hebben wij olijven hier. Hoe zijn jullie eigenlijk op de naam gekomen, de olijven? Maar wij komen uit Turkije, vanuit de zuidkust van Turkije. Dus we hebben ook daar een olijventuin. Olijvenboerderij, dan hebben wij eigenlijk die namen hebben wij genoemd. Naam van onze olijvenboerderij hebben wij genoemd. En waar komt u dan uit Turkije? Antalya. Hoe lang werkt u hier al? Ik werk sinds begin, dus 6,5 jaar. Wat doet u hier? Ik maak dagelijks koken en gasten ontvangen. Van A tot Z eigenlijk. Dus u doet eigenlijk van alles hier? Jazeker, ja, ja. Dat moet wel, hè. Welke dagen zijn dieren drugs? Ik denk vrijdags. Vrijdag, omdat dan zeker wel koopavond? Dat denk ik ook, ja. Wat staat er eigenlijk op het menu? Ja, we hebben eigenlijk mediterraanse gerechten. En vis, vlees. En ook natuurlijk heel veel Turkse gerechten. Dat is lekker. En wat maakt het makkelijkste? Ik denk ik alles. Alles vind ik een beetje spannend zijn. Een beetje creatieve gerechten vind ik leuk om te maken. Ja, maar echt wat heel snel klaar kan zijn, bijvoorbeeld als iemand haast heeft. Ja, dus eigenlijk onze à la carte restaurant, dan moeten we gewoon heel snel, dus binnen 5 minuten... bestelling van een gast op tafel moeten zijn. Dus dat is een beetje spanning nodig. Een beetje iemand een beetje praktisch kunnen maken. Dus een beetje vlotte iemand nodig eigenlijk. Als iemand een beetje rustig is, dan moet er niet in de horeca komen. Vooral in de keuken niet komen. Ja, dat is wel zo. En heeft u nog iemand anders in de keuken of bent u de enige? Jawel, wij zijn met z'n vier in de keuken. Nou, dat gaat dus snel. En heeft u het hier zelf gedecoreerd of hebben er sommige mensen die hier werken ook? Ik heb samen met mijn vriend hebben wij samen gedaan, deze decoratie. Nou, het is wel een mooie smaak gehad. Dankjewel. En dit was het dan, we waren bij de Olijfkartijn.